updates. Er wordt altijd gezegd dat het wel verstandig is om een update te doen. Ik heb het op de drone gedaan. Kreeg een update. Ik denk, nou, moet ik die maar eventjes doen. En nu heb ik zwart beeld. Wacht even. Zien of het stekkertje er wel goed in zit. Ja, het stekkertje zit er goed in. Het stekkertje van de microfoon bedoel ik. Nu heb ik een heel donker beeld. Dus ik dacht eerst te liggen aan de zon of zo. Dat de zon wat lager is nou, september. Maar het was rond middaguur gisteren, hebben we nog eens geprobeerd. Het beeld is heel donker. Dan kan het zijn, omdat we in een, ja zeg maar, het is niet een no-fly zone, maar het is een fly zone met beperkingen voor drones. Omdat hier ook wel eens een, ja, hoe noemen ze dat nou, oefeningen worden gehouden, hè? Een oefengebied is daar. We lopen hier nou in Anjem. Kijk, minder tegen de zon in. En dus het kan zijn dat de DJI, de drone, zo heeft ingesteld dat als je in zo'n no-fly zone zit, dat er dan iets gebeurt met de drone, zodat je niet kunt vliegen of in dit geval dus een donker beeld hebt. Dus als we straks weer bij een andere camperplaats zijn waar het wel goed is om te vliegen, dus waar geen non-fly zone is, of zone met beperking, dan hoop ik dat dat in ieder geval weer goed is. Maar goed, wat niet weer terugkomt, dat zijn zeg maar de muziekjes die ik had en de tekst die ik bij de video zet. Want ik heb ook een update, ja, voor Filmora. Kreeg ik ook een bericht van een update, toen zeg je, ja, nou, dat moet je wel even doen. En dat lukte gewoon. Ja, ik heb het geloof ik al 4 keer geprobeerd in de laatste weken. Dat lukte niet. En dit keer is het gelukt. Nou heb ik een update. Alleen niet meer dezelfde muziekjes. En niet meer dezelfde tekst. Hè? Met die 2 rode streepjes erin en zo. Dat is dus allemaal veranderd. Moet ik nog aan wennen? Misschien moeten jullie eraan wennen. Maar dan weet je dat alvast. Maar goed. De muziekjes, moet ik eerlijk zeggen. De nieuwe muziekjes die er nou bij zijn, hè, dat is een gratis muziek die je dus erbij kunt zetten bij de video's. Die vind ik wel veel mooier. Maar het is anders. Oh ja, voordat ik het vergeet, er was nog wat. YouTube, die heeft ook de boel veranderd. Dat was eigenlijk het eerste. Voordat ik deze video maakte, toen dacht ik, er waren 3 dingen en deze was ik eigenlijk vergeten. Dit was de eerste, dit is een paar weken geleden gebeurd. Dat YouTube gewoon dingetjes heeft veranderd. Dat was al een paar keer zo. Maar dan krijg je dat en toen dacht ik bij mezelf, nou, verdik ik wel, is dat weer anders? Nou ja, en dan komt natuurlijk dat met de drone erachteraan. En dan dat van Filmora, dat vind ik sowieso zonde. Maar goed. Hoe zeg ik dat nou? Het heeft zo'n... zeg maar een positieve kant of een negatieve kant, maar ook een positieve kant, hè? Doordat we nou andere muziekjes hebben, mooiere muziekjes. Zo moet men zien, hè? De positieve kanten van één zien.